En mijn gast van vanmorgen is Rob Favier, al sinds mensenheugenis een gospelzanger. Ik ken hem nog uit mijn jonge jaren, toen trok hij al door Nederland met zijn band en is nog steeds zeer actief op muzikaal gebied. Maar Rob heeft ook een andere passie. Daar gaat Tony Campolo, die geweldige predikant, zo meteen over vertellen in de Crystal Cathedral, dat Jezus ons oproept onze naasten te helpen. En Rob, dat is een hele mond vol om jou welkom te heten. Goedemorgen. Goedemorgen, Jan. Goed om je weer te zien. Wederzijds. Ja. Rob, waar ik mee wil beginnen, je bent net terug uit India en je bent geraakt door de wanhoop in India. We hebben net gehoord, er is hoop en jij bent hoop gaan brengen. Of is dat te veel eer? Je kijkt me. Nou, te veel eer. Laat ik zeggen dat ik probeer mijn opdracht als christen te vervullen. En wij hebben toevallig het geluk gehad dat wij hier geboren zijn. En ik vind dat daar een taak aan vast zit om dat te delen wat binnen onze mogelijkheden ligt met onze naaste die niet zo geboft heeft. Ja. Ik ben een aantal keren in India geweest, een enorm land, een van de grootste economieën ter wereld, met enorm veel armoede, schrijnende armoede. Ja. Kun jij de eerste beelden nog terugroepen toen jij in India was en dat meemaakte? Mijn eerste kennismaking met India was toen ik door Mumbai gereden werd. En dan rijd je langs al die krotten, dat zijn werkelijk golfplaatjes over elkaar heen gebouwd. En toen had ik zoiets van, ik had een fototoestel bij me, ik dacht, dit gooi ik weg, dit wil ik helemaal niet meer. Maar ja, zo kom je er niet. En later word je wat nuchterder, dan denk je van, ik wil iets doen hier. Maar dat was mijn eerste kennismaking. Je wilde het verschil maken, iets gaan doen voor die mensen. Ja. Maar wat ben je dan gaan doen? Ik heb in 2008 als ambassadeur van World Vision een project bezocht. En heb daar vele ontmoetingen gehad, hele ontroerende ontmoetingen. De meest ontroerende was met een, ik heb daar een foto van meegebracht. Ik heb hem er straks gezien. Met een stel kinderen. En Jan, het klinkt vreemd, maar die kinderen zijn eigenlijk bedrijfsongevallen. Die mogen niet bestaan, want dat zijn kinderen van prostituees. En als je dan zulke ziet... Zulke mooie kinderen. Ja, fantastische kinderen. Ja. Fantastische kinderen. Ik zou bijna zeggen, als je één zo'n glimlach ziet, dan wil je echt 100 uur voor werken. Dat is echt, dat ontroert je zo enorm. En om die kinderen kansen en toekomst te geven, ja, daar wil ik voor gaan. Zeg nou wel, bedrijfsongeval, maar dit zijn toch gewoon kinderen die ook nog steeds hun moeder hebben? Voordat World Vision daar kwam, sliepen ze dus gewoon op de kamer waar moeder de werk deed, afgrijzelijk. En, dus als, even heel grafisch gezegd, als... Ja? De moeders seks hadden met mannen, ja. Waren de kinderen... Nou, dan werden ze met opium bedwelmd of ze werden dronken gevoerd, zo klein als ze zijn. Of als er een kerel kwam die daar niet van gediend was, werden ze de straat opgeschopt. Hummels. En zo moest het maar. Dus die moeders waren ook heel blij dat daar een opvanghuis voor kwam, waar ze 's nachts mogen verblijven. En als je dan ziet hoe die kinderen het waarderen om een stuk liefde en warmte te krijgen, ja, dat is ongelooflijk, Jan. Dat doe ik niet met droge ogen, hoor. Nee? Nee, echt niet. Waar krijg je dan tranen van in je ogen? Nou, als ik dan denk aan mijn eigen kinderen, als ik denk aan kinderen hier in Nederland die echt zoveel kansen krijgen en dat vaak ook niet zien, dat niet iets vanzelfsprekend is in onze wereld. Ik bedoel, wij leven in het Westen toch in iets bijzonders. Dat is niet de gewone gang van zaken. Ja. Nou ben jij ogenschijnlijk een vat vol tegenstrijdigheden, want hier zit je bewogen te praten over de kinderen van India, waar je ook werkelijk wat voor doet. Aan de andere kant ben je ook de man van de humor, een soort cabaretier, toch? Maar dat heeft alles met elkaar te maken, hoor. Daar zie ik geen tegenstelling in. Laat maar eens horen. Humor is ook een mogelijkheid om het leven te verwerken en draaglijk te houden, de schokdemper van het leven. Ik begin mijn programma de laatste jaren altijd met deze grap. Nu werkt dat natuurlijk helemaal niet voor een zaal. Maar dan vertel ik altijd mensen... Ben ik geen goed publiek dan? Jij bent publiek, ja. Jan, okay. Je bent een fantastisch publiek. Dan krijgen we het. Privé optreden. Ja. Oké, Jan, ik ben een enorme kletskous. Ja. Dat zul je wel merken. En vroeger werd ik daar voor de klas uitgestuurd. En nu verdien ik mijn brood ermee. Dat vind ik wel erg leuk. En waarom ik zo'n kletskous geworden ben... Ja, waarom ben je zoals je bent? Hè? Dat is een enorm moeilijke vraag. Maar ik heb een tijdje geleden heb ik een heel interessant artikel gelezen in zo'n diep psychologisch tijdschrift, waarin beweerd werd dat de omstandigheden tijdens je geboorte bepalend kunnen zijn voor hoe je later wordt. En mijn moeder heeft mij verteld, toen ik oud genoeg was om dat te begrijpen, dat zij tijdens de bevalling van mij van de zenuwen aan één stuk door heeft liggen kletsen.
een soort persconferentie, zullen we maar zeggen. Nou ja, dan is het ijs gebroken, dat zie je nu gebeuren, en dan ga ik verder. Ja. Hoe is het met je moeder afgelopen met jou? Weet je, je hebt het gewoon overgenomen, dat kletsen. Ja, ik heb dit wel van mijn moeder, ja. 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 Ik vind hem leuk, maar de persconferentie. Het gevoel voor humor, dat heb ik echt wel van mijn moeder. Nee, maar ik denk dat je dat ook nodig hebt. En waarvoor denken nou toch een hoop mensen dat christenen altijd mensen zijn die met hun gezicht over de straat slepen in het zwart? Ik begrijp dat ook niet. Ik denk, de Heere God heeft de lachspieren niet voor niets gemaakt. En het hangt er wel vanaf wat voor soort humor je maakt. Beschaafde humor. Nou, ik zal absoluut nooit humor maken ten koste van iemand. Dat is altijd heel makkelijk scoren, hè? Ja. Ik ben ooit nog eens bij Toon Hermans thuis geweest en die heeft mij altijd heel erg aangesproken. Want die deed nooit dingen ten koste van mensen. Nee. En ik vind dat ook, daar ben ik ook heel principieel in. Als christen vind ik dat ook niet mijn taak om te scoren ten koste van andere mensen. Ja, mooi. Ja. Wat is voor jou christen zijn? Ten diepste. Ja, dat verandert door de jaren heen wel eens in de beelden waarin je denkt. Ik denk graag in beelden. Het beeld wat mij de laatste jaren heel erg bezighoudt is gewoon lege handen die gevuld worden door God. Want ik heb intussen wel in mijn leven ontdekt dat ik het niet van mezelf hoef te hebben. Dat ik heel veel fouten en gebreken heb. Dat ik desondanks in Gods Koninkrijk in zijn naam heel veel goede dingen mag doen, omdat ik het doorgeef. En ik zit steeds meer met dat beeld te spelen van geloven is voor mij het halen bij God. En God niet in de weg staan, zodat ik het door kan geven in zijn naam. Dat is voor mij geloof. Halen bij God, brengen bij mensen. Ja. Zoals nu India. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Want je bent bewogen met de mensen, met name de jongeren en de kinderen in dat immense land. Ja, zeg dat wel. Waar inderdaad de armoede en de rijkdom schrijnend zijn. Wat is je droom? Mijn droom is dat kinderen die in een werelddeel geboren worden waar het niet vanzelfsprekend is dat je naar school kunt, dat je gezondheidszorg hebt, dat je liefde ontvangt, om daar iets voor te mogen betekenen. Je gaat de volgende maand terug? Ja. Op bijzondere manieren? Ja, heel bijzonder. Ik ga 10 dagen, DV zeg ik heel bewust, want ik heb dat echt in Gods hand gelegd. En we worden ontzettend gezegend bij de voorbereidingen. En wij gaan 10 dagen, wij, mijn gezin. Ik heb een muzikantengezin en nog 2 muzikanten erbij om een complete band te hebben. En nog 2 technici. En wij gaan daar 10 dagen zingen en spreken. Ik ga 4 kerkdiensten doen. Het zijn 2 zondagen en 1 week ertussen. En door de week op scholen. En het is in zoverre ook een heel bijzonder project dat je, als je heel principieel praat, dan is het rendement van dat project, dat kan eigenlijk alleen maar gemeten worden door de Heilige Geest. Als ik met World Service meega, kan ik de mensen vertellen, kijk, ik ga zoveel bakstenen neerleggen, weet je wel. Maar dit kan alleen maar gemeten worden door de Geest. Nou, ja. Geweldig. En daar is het ook goed natuurlijk. Ja. Je hebt onder andere geholpen aan de bouw van een ziekenhuis. Ja. En ja, je zegt, ik zing graag. Dat ga je ook zo meteen doen in India. We zien net wat foto's van kinderen die allemaal geboeid naar jou zitten te kijken. Ja, ja, ja. Ja, maar Engelstalig uiteraard. Hè? Ja, dat begrijp ik. Ja, ja. Ja, maar ik kan ook begrijpen dat onze kijkers denken van, nou, wij willen wel eens horen wat die man daar gaat doen. Dus, je hebt je zo meegenomen. Je hebt een van de beste violisten van Nederland meegenomen. Ik heb Peter meegebracht voor het pianospelen. En hi Peter. Manja. Hi. Voor de viool. Dag Manja. Wat ga je zingen? Ik ga een liedje zingen dat ik geschreven heb toen ik overspannen geweest was. Het heet Een Plek. En het zegt eigenlijk gewoon van er is maar 1 plek waar je rust kunt vinden. Dan hoef ik het al bijna niet meer in te vullen natuurlijk. Bij Jezus. Ik ga graag naar je luisteren, Rob. Er is een plek om uit te rusten, dicht bij God en dicht bij jou. Onvolmaakt en onvolkomen, als ik twijfel aan mijn trouw. Er is een plek om neer te leggen in
gebeden lang en kort weer opnieuw te gaan geloven dat het morgen beter wordt. Voel de ruimte, voel de tijd en die adem van bevrijding raakt geen sterveling meer kwijt. Het is een plek om te bezinnen. Ga je door of hou je halt? Om de angst te overwinnen dat je in de leegte valt. Daar kom ik hem tegen. Zoveel groter dan ik dacht dat ik hier te midden van de chaos weer opnieuw wordt thuisgebracht.